Yo mensen, ik ben Jeroen en goedenavond. Dan gaan we verder met Godaaf Survival. Yeah, yeah. Aflevering 30 zonder een gast, want ik ben heel erg bad. Ik heb trouwens nu andere shaders dan vorige keer. Even iets voordat mensen het gaan vragen. Eerst had ik deze, maar die maakt het hele beeld zwart. Die doet het gewoon niet meer. Dus ik heb nu Zeus standaard no motion, die daar. Dus dan weten jullie dat ook alvast weer, voordat jullie zo meteen denken, what the fuck, shaders zijn anders. Nou ja, ze zijn anders, ja, want die anderen doen het niet meer. Goed, dit is gewoon teleport. In ieder geval, daar gaan we verder bij Godaaf Survival aflevering 30. Het is geen gast meer, want ik zit een beetje te denken over hoe ik dat doe met gasten, weet je. Want ik heb dus nu een soort van probleem. Ik wil niet echt een probleem gaan noemen. Want de shaders zijn zo. Rennen is dus moet wat. Zo. Zo, kijk, dat is toch vet, man. Hier ben ik hartstikke blij mee. In ieder geval, wat wou ik zeggen? Oh ja, ik heb dus een soort van probleemding met video's maken. Want ik ben deze zomervakantie een hele poos weg. En ik wil eigenlijk wel video's online gooien, want in de zomervakantie, ik bedoel, heeft iedereen vakantie. Het is gewoon genoeg tijd voor iedereen om jouw video's te kijken. Dus dan, weet je, doen ze dat waarschijnlijk ook. Ik heb hier pijn, wat zit er allemaal deze keer? Is er zit nog wat iron armor in wat ik had gemaakt. Een hele hoop hout. En twee axes. Zo, axes. Zo. En die zetten we allebei op de eerste twee vakjes. En dan gaan we zo naar buiten. En dan gaan we hier nog even wat hakken deze aflevering. Weet je, dat lijkt mij een strak plan. Ik heb daar een muurtje gemaakt in mijn creative wereldje. Rond Kutte BV. Heb ik een muur gemaakt. Die is heel vet. Die ga ik sowieso toepassen in de volgende paar afleveringen. Maar ja, weet je, zoals ik had beloofd. Aflevering 30 is dit. World Save. Ik denk, weet je wat. Ik ga de world save ook rondgeven zoals in het einde van deze aflevering is. Dus wil je weer rondspelen in deze wereld? Hey, aan het einde van deze aflevering kan dat. Laat wel even een reactie achter met dat je de wereld hebt gedownload, weet je. Dat lijkt me cool, weet je. Hoeveel mensen nou die echt die wereld downloaden. Als iemand die erom vroeg, dacht van oké, weet je wat, we doen het. Ik denk dat er 2 of 3 mensen op gaan downloaden. Maar alsnog, is toch leuk. Dat is toch leuk. Verder. Oh ja, ik moet dus nog geplande uploads fixen voor 10 weken. Dus deze video zie je, dit is een soort van testje. Het is namelijk nog niet helemaal zeker of mijn computer nou helemaal gefixt is of niet. Want eerst was ze van, ja, moet je dit en dat doen, en dan is het weer gefixt. Nou, gedaan, was helemaal niet gefixt. Dus het was een beetje een vaag verhaaltje van, was het nou wel of niet gefixt? Ze hebben ze namelijk gecontroleerd, wat is er nou wel kapot? Of waarom werkt het allemaal niet? En heeft echt allemaal weer geld gekost en weet niet eens zeker of je nou goed werkt. En als ik nou aankom dat ik niet goed werk, krijg ik al het geld weer terug. Jee. Moet even kijken of het goed werkt. Ik bedoel, de game die loopt net zo smooth als altijd. Maar ja, dit is Minecraft. Die loopt altijd zo op dit niveau. Vooral met shaders loopt die gewoon op dit. En verrassend dat het er nog smooth uitziet. Ik had echt verwacht van, die gaat niet eens lekker zo. Maar op zich gaat het nog wel redelijk. Goed, dus nu hebben we een beetje een mooie boom weggehakt hier, denk ik. Ja, oké dan. Dus zo meteen met de rennen, als het goed gaat, dan zal ik ook eventjes een tweet plaatsen en kijk vooral ook op mijn Twitter. Dat is leuk als je maar Twitter kijkt, hè. Dat is leuk. Goed, wat had ik verder nog? Ik had nog iets te vertellen, iets heel belangrijks. Ik weet alleen maar wat, dus dat is kut. ik heb een outro gemaakt. Ja, dat was het. Ik heb samen met mijn broer een muziekje gemaakt. Daarna heb ik zelf even de outro template gemaakt. Hij is heel vet. Dat voelde heel raar. Maar hij is echt heel vet. Hij is sowieso vet. Ik heb hier een uploadschema eindelijk voor elkaar gekregen. Of eindelijk. Ik had al een schemaatje. Maar ik heb nu een nieuw schemaatje voor de zomer. En dan zal ik daarna weer kijken, weer verder kijken. Maar het is best wel leuk, ja. Dit schemaatje zo op deze manier. En wat ik nog meer te zeggen? Ik weet het niet meer. Ik had nog iets te zeggen. Ik weet het niet meer. Ik had gewoon moeten opschrijven dat het begon. Voordat ik zo, toen zat ik hier over zo. Wat had ik daar even zo. En dan zijn we zo klaar. Ik zal eventjes... Zal ik dit zeggen? Nou, zien jullie vanzelf wel. Ik ga het trouwens toch wel zeggen. Als dit zo blijft, dan hebben jullie vanaf volgende week. Dit is dus de enige video van deze week. En dan volgende week komen er weer nieuwe video's. En dan moet ik eventjes tijd hebben om alles te fixen. Dan hebben we dus Pokémon op maandag. Dinsdag South Park. Woensdag allebei de Legend of Zelda's. Donderdag Bioshock. Vrijdag Super Meat Boy. Zaterdag een Godaaf Survival. En een Happy Wheels.
En zondag een Garry's Mod en een. Ja, er staat een random game. Random is een rage game, heb ik opgeschreven. Maar het kan heel veel zijn, daarom staat ook random. Ik heb hier nou opgeschreven voor daar Super Hot Unfair Mario. Toen ik Unfair Mario zocht, kwam ik Unfair Sonic tegen. En kijk ik Goat Simulator en Surgeon Simulator. Als je zegt van Jeroen, je bent te laat met Goat Simulator. Dat is al veel te veel gedaan. Ja, fuck jou. Jammer dan. Echt waar. Daar heb ik echt scheid aan. Mij lijkt een leuk spel, dus dan speel ik het ook. Dus ja, vandaar. Het is wel mooi, hè. Dat wordt mooi hier. Ik wil hier een ingang hebben. Dus dan moeten we deze boom weghakken. Zo, ja. Dus dat wordt leuk. Zeker weten. Dan word ik ook beter edit erin. Even kijken. Op Codav heb ik een lijstje ergens. Is dit hem? Ja. Een lijstje met speedarts die ik daar nog wil gaan maken. Is ook leuk. Dus ja. Hopelijk gaat het goed gepland lukken. Dan moet ik nog Ableton hier alles afkrijgen. En ik heb dus 3 weken voor ik op vakantie gaan. Dan ben ik 6 weken weg. En dan na die 6 weken wil ik nog een gepland weekje. Maar als ik terugkom wil ik nog 1 week gepland hebben. Zodat ik in die week nog tijd heb om te kunnen terugkomen naar het opnemen. En dat is een geluidje of hier onder een grot zit ofzo. I don't know. What the fuck. Maar dan wil ik dus nog een weekje om weer terug te komen in het opneemritme. Dus dan ga ik dat ook vooral doen. Dus heb ik dus 3 weken dat ik op vakantie ga. 6 weken ga ik op vakantie. Dat is bij elkaar 7. Plus nog 1 week op het einde van terugkomen. Is dus 10 weken. Wat toevallig dus goed is. En met dit schema heb ik dus 10 video's op mijn Codav Games in de week. Dus 100 video's moet ik dus maken. Bij 10 keer 10, 100. Maar het is veel meer dan dat. Want er komen ook nog 10 video's op Codav. Dus dat wordt 110 al. En op Edel die upload ik tegenwoordig 2 keer per week. Dus dat is toch 20 erbij. Dus 130. Maar... Ultra Hardcore komt weer terug. En ik had je ook op mijn neus vandaag. Ultra Hardcore komt terug met Team Edeltier. Dus is ook super vet. Alleen, dat is dan wel weer... hoe lang duurt dat ongeveer? Voor mij zou ze het nu langer doen. Dus in ieder geval al wat andere aanpassingen bij het seizoen 2 dan ten opzichte van seizoen 1. Super vet. Even kijken. Ja, dit is mooi. Dit is mooi, hè. Misschien deze boom ook nog even weg. Dat je hier mooi uitzicht krijgt als je de poort uitloopt. Dus ja, ik ga eventjes, als dit goed werkt, ga ik eventjes Jordi er weer bij halen voor een paar afleveringen. Misschien nog een andere gast erbij halen. Maar ik moet heel eventjes kijken hoe ik dat ga doen met de gasten trouwens. Dat is eventjes iets belangrijk. Maar ik denk dat ik ongeveer met uploads dus nu nog zo'n 140 tot 150 video's moet maken. Wat zo fucking veel is. Het klinkt zoveel, maar ik kan het eerlijk zeggen. Je doet het echt veel sneller dan je denkt. Het renderen is het langste. Daar ben je de meeste tijd mee kwijt met het renderen. Dus ja, als ik gewoon overdag video's opneem en 's nachts allemaal render. Lijkt me dat daar goed. Dat best wel goed kan komen. Zou ik gewoon in 10 video's per dag. Zou ik in een. 2 weken klaar zijn? Nou, hey, dat komt heel mooi uit. Komt helemaal uit, maar ja, 10 video's per dag is wel veel hoor, want dan moet je dus 10 keer je hebt ook die speeders van een paar uren, hè? Die duren gewoon tussen 1 en 2 uur in, altijd gegarandeerd, dus dat is ook weer iets waar ik dan weer rekening mee moet houden. Dus ja, het is op zich wel moeilijk nog om dit allemaal te fixen. Trouwens, wat super cool is, ik heb een nieuwe muis. Ik weet niet of je het goed ziet, het is de Logitech G502 Pro TS Core. Ja. Ik vind hem zo chill. Hij ligt zo lekker in mijn hand. En let op. Deze knop was het. Ja. Wow, super snel. Super langzaam. Super, dat het zo stil te wisselen is. En heel veel functies die ik kan instellen. Kijk, wacht. Zolang ik hier heb knopslag om eerder te gaan, gaat hij heel langzaam. En dan gaat hij heel snel. Heel chill voor... als je aan het snipen bent in een spel. Als je in een shooter aan het snipen bent, is dat heel chill. Kan je knop op alles instellen. Bijvoorbeeld, je hebt ook meerdere profielen die je erin kan doen. Voor mij was het laatste profiel zitten allemaal sneltoetsen op de knoppen. Dus dan heb je kopiëren en plakken met 1 knopje, wat dus ook echt zwaar chill is. Dus ja, dat vond ik wel een leuke muis. Dit is daarom heb ik hem gekocht. Ik heb hier ook een unboxing van. Die moet nog geëdit worden. En als die geëdit is, dan komt die ooit een keer wel online. Ik wil alleen nog even wachten tot een nieuwe mic, want deze heeft een licht ruisje.
Had ik voor mij al verteld dat ik een nieuwe mic ging kopen als ik geld binnen heb. Ik heb een baantje. Ik heb een hele lijst met spullen die ik wil. En als ik dan mijn geld binnenkrijg van de eerste maand, dan heb ik gewoon in de eerste maand al genoeg verdiend voor het hele lijstje. Ja, behalve een nieuwe computer, maar dat is ook super duur. Dus ja, na de zomervakantie waarschijnlijk, want ja, of in een paar video's of één of twee video's in de week of zo, dat je dat dan merkt, heb ik dus een nieuw microfoon. Want ik ga een microfoon kopen met zo'n armpje, met zo'n statief, met zo'n shockmount, met zo'n popfilter, weet je, allemaal professioneel worden. En ik ga een HD webcam kopen. Een webcam die gewoon 1080p is, want deze is gewoon echt boef, echt eerlijk. Ik doe mijn best om dit hoge kwaliteit te maken en het loopt op zich redelijk hoor. Het is niet dat ik zeg van ja, het is gewoon useless dit, maar het is veel fijner als ik een hoge kwaliteit webcam heb. Dan kan ik ook veel leuker met, als ik schrik zo inzoom op mijn gezicht als ik dat nu bij deze doe, dan krijg je helemaal blurry en dat is niet mooi. Dus ja, vandaar, goed. Ik wil, hier is dus de poort. Ik wil dat dit een beetje een soort van gang wordt. Hier moeten niet te veel bomen afgesneden worden. Want dan krijg je dus wat minder het effect van dat het midden in het bos zit. Ik moet er nog even wat bomen bij plaatsen, lijkt mij. Zodat het effect dat het midden in het bos zit, dat weer een beetje terugkomt. Lijkt mij tenminste. Ik bedoel, het kan ook dat ik het helemaal fout heb. Dus, ja, mooi. Ja, dat ziet er hartstikke mooi uit, joh. Ik heb geen idee wat de fuck aan doen, ben eerlijk gezegd. Deze kan ook wel weg, nog deze boom. Ja, kijk dan, wat mooi. Kijk dan, ja, wat mooi. Het wordt wel weer nacht, dus dat is al minder. Ik moet misschien eventjes gaan slapen, maar ja, weet je, ik zeg, YOLO, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door in deze nacht. Tja, vergeet nou nog iets te vertellen. Ik heb geen idee. Ik ga heel erg van het ene op het andere onderwerp veel te snel, heb ik het gevoel. Dat het af en toe een beetje moeilijk te volgen is, weet je. Dat is dan dat ik mijn week even bezig met het verhaal. En dan dwaal ik af van mijn verhaal en dan vergeet ik waar het verhaal over ging. En dan ga ik gewoon een beetje zingen en dan is het van, ja, voor mij ben ik nog iets vergeten. Dat heb ik wel eens vaker. Dus vandaar zeg ik ook heel veel. Dat moet je mij maar niet te kwalijk nemen. Ik vind deze shaders ook best wel vet. Misschien ga ik deze houden. Misschien wel. Maar misschien ook wel weer niet. Ik weet het niet. Ik denk dat als ik deze weghak, dat ik dan zo voorlopig wel een groot genoeg gebiedje heb hier. Ik heb trouwens ook nog een paar dingen wat ik me nu in één keer bedenk. Wacht, wat ik ga doen is ik ga zo doen. Zo, valt lekker op. Ik heb eten nodig. Dat is kut. Ik moet even eten en wat bordjes pakken. Ik weet niet of ik dat bovenal had laten zien of nog niet. Dat is dan weer zo'n probleem. Ik weet niet of ik het al had laten zien of niet. Dus, carrots. Hier zo. En dan wil ik nog wat bordjes. Die zijn waarschijnlijk van de oud-producten. Ja hoor, daar staan ze gewoon hoor. Even eten. Ga ik eerst even dat boven laten zien. Want ik twijfel nu heel erg of ik dat al had laten zien of nog niet. Nu gaan we het gewoon even laten zien, zodat ik zeker weet dat ik het heb laten zien. Gewoon spin. Dit hier. Kijk, ik heb de vorm gefixt. Dus ik loop hier zo erop. Hieronder zit water. En langs beide zijkanten stroomt een stukje water. Voor mij heb ik dit al laten zien. En anders dan zie je het bij deze. Die had ik gefixt ergens een keertje toen me verveelde. En dan haal je deze hendel over en dan stroomt het nog allemaal zo. De hendel is een beetje verder dikkeld. Oh, gaat een beetje snel. De hendel is een beetje verder dikkeld opgeplaatst. Maar dat komt voor de kamer hierboven. Dit hadden jullie voor mij wel al gezien. Oh. Hi. Ga eens weg jij. Dit vind ik niet leuk. Nee, weg. Weg. Ik wou net zeggen, misschien moet ik een zwaard pakken. Wat hoor ik? Zo wel. Dit had in ieder geval wel gezien. Het loopt hier achter, loopt dan de redstone langs. Kijk hier. Hoppakee. En zo kan je hem op het plafond plaatsen. Zijn dat endermans? Yep, dit zijn twee endermans. Als ik ze zo recht aankijk, zie ik, gebeurt er dan iets. Ja, hij helpt me. Hij helpt het door. Kut.
Kut. Oh. Fuck. niet mijn allerslimste actie. Zeker weten niet. Hij moet trouwens niks kapot maken hier. Beter gaat Enderman ook hiermee naartoe. Oh kut. Kutzooi. Mini zombies. Wauw, jongens. Ik ga het even zo doen hoor. Sorry. Ik weet dat de mensen hierop gaan haten, maar het moet eventjes. Om mijn leven te kunnen redden. Ho. Waarom verbranden jullie niet? Hey, wat is dit? Waarom verbrand je niet? En jij ook. Waarom verbranden jullie twee niet? Hey. Waarom verbranden ze niet? Kijk, hij verbrandt wel, man. Zo. Is mooi, hè? Ja. Goed. Nou weet ik niet meer. Oh ja, ik moest nog die bordjes erachter plaatsen bij mijn eerste huis. Want ik heb dus 2 comments gekregen over maakjes in de WK-stemming. Niemand, ik kwam gewoon gelijk met een compleet idee. Dus we gaan een WK-huis/voetbal maken. Dus WK-huis/voetvel, ja goed. Ik weet wat ik ermee bedoel. Ik weet niet meer door wie het is geplaatst. Dus we zetten hier door appeltaart. Dankjewel appeltaart. Nee, dat waren appeltaarts. Ik laat het gewoon zo staan. Echt, fuck it. Ik laat het gewoon zo staan. Appeltaart. Ja, ik vind het legit genoeg. Wat ik eventjes moet doen, waar ik me nu echt heel erg aan ga ergeren, is dit. Dus we hebben in ieder geval dat ding erop staan. Dus ik voel een aflevering of zo aan gaan beginnen. Maar nu nog even niet, want ik ben een lui beer. Ho. Wat? Ja, mooi. Zo. En dan doen we dit dak eruit slopen. Zo. Ja, kijk, dat is al een stukje beter, hè. Zo. En als we nu hier naartoe spannen, dan gaan we niet gelijk dood. Of in ieder geval, als we dan een half hartje hebben, dan gaan we dood als we hier naartoe gaan. En dat wil ik niet. Gaan we nu even nog een keertje testen. Kijk, het ziet er voor een hele meter uit. Voor mij is dit wel 10 keer veiliger. Ja, zie je? Nou heb ik geen pijn als ik binnenkom. Het komt gewoon omdat dat te laag was hier. Nou, hier komt het licht heel vaag doorheen. Dus gaan we ook fixen door hier gewoon een dik vierkant van te maken. Zo. Dan hebben we dat ook zo weer gefixt. Ja. En dan is ons dak eentje hoger. Dus hebben we nu een gebouw van 3 hoog in plaats van 2. Dus nog steeds voel je lelijk. Maar ja, het is gewoon alleen om hier veilig te kunnen spannen. Dan gaan we hier nog even dit afmaken. Dan maak je het einde van de aflevering. En dan ga ik kijken hoe goed dit is zo met renderen. Hopelijk gaat het goed. Kunnen jullie de outro zien? Wat ik echt super trots op ben, Jeroen. Wat fuck is dat voor crack Nederlands? Ik weet het. Het spijt me. In ieder geval. Ja, super tof dit. Super tof. Goed. Wat heb ik hier nog meer? Dit weg. Zo. Ja, die. Ja, dit weg. Oké, mooi. Kunnen jullie de outro bewonderen? Ik ben echt benieuwd wat jullie vinden van de outro. Dus ja, ik ben serieus benieuwd wat jij vindt van mijn nieuwe outro. Vind je hem toppie joppie? Laat even weten. Vind je hem kut? Vind je hem echt waardeloos? Laat even weten. Laat ook vooral weten waarom je dat dan vindt. Want ja, dan werp ik daar iets aan als van ja, hij is zo'n kut. Ja, maar wat is een kut aan? Dan maak ik misschien nog een keer dezelfde fout. En als je vertelt wat er verkeerd is, dan hoef ik niet nog een keer dezelfde fout te maken. Dus vandaar. Wij gaan weer toe naar het eerste huisje. Hier zo. Hoppakee. We gaan hier binnen staan. Zo. Dan zijn we veilig. Dus bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. Vergeet vooral geen blauw duimpje omhoog te geven. En een coole reactie achter te laten. Dat motiveert mij om meer te maken. Niet dat ik anders niet meer maak. Maar dat heeft gewoon extra motivatie om meer te maken. Dus bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Later.